Ik heb gewoond op een dag. Ik was dit is, gewoonde. Dit is dan in de vakantie. Yes. En die had zitten meer in examen niet. Dit is de beste. Dus waar goed kunnen. Dit lijkt wel. Ik is klaar. Ja, wacht even. Vanuit de kalender. Het is lijkt wel. Jullie. De docent is 2 weken aan het dansen. Oh, eigenlijk heb ik een baan. Je. Wat? Ik was het nog gelijk op 2 weken. Dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, dat is zo leuk. Die doos nog lekker baan goed doen om te doen in de vakantie. De vakantie is baan raak. Nee. Jij kijk niet zo dan. Je kijkt glad niet. Eigenlijk. Kom ons houden een glimlach competitie. Een glimlach. Oké. Waar is ik? Dus noem eens glimlach competitie. Oké. Ik wil bij zo. Glimlach competitie. Kom ons houden glimlach competitie. Oké. Ik tel tot 3 en kijk ons wie kan glimlach. Wie lang. Van 60 talent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Het is niet baie oorspronkelijke mooi glimlach is daar nie, maar... Maar ek glimlach. Kom, ek dit sal help. Cookies? Sterkie! Sterkie is nog alles beter. Cookies? Sterkie is nie. Sterkie is goed. Sterkie is goed. Ja, sterkie is goed. Nou, voel je al blij? Ja, een beetje. Ja. Gesteld. Ik voel ze gesteld. Ja, ik voel ze gesteld. Oké. Ik was een beetje gesteld om blij te wezen. Wie is blij? Sterkies! Woep woep! Oké, kom ons tot dit op anders dan de meter. Oké, goed. Snel uit. Goed. Blijdschap. Goed. Blijdschap. Is het iets wat iemand van mij kan geven? Wie zal het blijdschap? Ja! Nee. Is blijdschap iets wat ik kan gaan kopen? 5 vragen voor blijdschap. Antwoord is nee. Ik heb snijpjes. Antwoord is nog steeds nee. Oh. Nee. Oké, okay, goed. 5 vragen blijdschap. Oké, ik zeg antwoord op die gegeven. Ons moet ons blijdschap krijgen en leren. Jij! Want daar je ons gunsteling versie zegt, dat Johannes 3 vers 16. Dus mij gaat het ook nee, Johannes 3 vers 16. Zeg, want je lief het God voor die wereld gehad, dat hij zijn eerste zin gekeerd. Zodat elke wat niet in de mannen, niet meer is gegaan. Maar eeuwige leven zal hij. Oh, ik kon het niet slaan. Oké, goed, zo. Blijdschap. Ons kruis blijdschap in de Heer, want de Heer heeft ons alles gegeven. Ons in de kruis is gegaan. Ons kruis blijdschap in de Heer. Dit is blijdschap dat houdt. Niemand kan het wegzetten. Niemand kan het weggaan. Dit houdt voor altijd, voor altijd. Oké? Okay? So, blijdschap in de knie in de Heer. Nou, als ik een kind van de Heer is, is het wel belangrijk om blijdschap te hebben. Is jij een kind van de Heer? Ja. Dat is. Ja. Is helle. Denk jij dat het yeah. Is jullie allemaal in de audience? Ja! Dank je audience. In die audience. Het kijkt zo aan. Oké, als ik zeg ze kunnen van de Heer en ik heb mijn hart voor de Heer gegeven, betekent dat mensen gaan ons doppen. Dus dat betekent dat ik moet blijdschap wijzen op mijn gezicht. Ik kan niet die hele dag zo rondlopen. Dus ik zeg ze ja, dus moet ik kan dan, het is te lang, dus ons moet blij wees, oké. So, streke 15 vers 13 sê die volgende, blijdschap, hoe oulik is dit? Blijdschap laat het mense gezicht straal, maar smart laat in die instrumeer gedrukt laat. So, blijdschap laat jou gezicht straal. So, al is ek een bietjie afgedaan. Ik voel me lekker nie, of het reen en ek sal moeg vir die reen, of het is te lang koud, ek hou nie van koud. Dan, of het te lekker nie, die blijdschap is nog steeds in my hart, en het kan nog steeds in my gezicht toe gaan. Vertel julle? Mag het sin? Ja! Oké, goed, sin. Volgende een. Ja! Goed, sin. Wat is in my hart? Moet antwoord. Goed, Psalm 16 vers 8 tot 9, sin. Ek het die Here altyd by my. Omdat het in my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. So, my blydskap kom van die Here af. Ja. Soos my blydskap in my hart is kom van die Here af, dan kan dit na my gee.
Gesicht. Niemand kan je gedachten lezen, want het is je gezicht. Je gezicht is een zwaai. Oké, mag zo. Ja, oké. Ik ga je gezicht doen. Kijk, nou, wat is mijn doel met de blijdschapsvereniging? Hoe komt het dus in de blijdschapsvereniging? Wat is een belangrijke vraag? Ja, dat is de aanzet. Wat? Dat is de aanzet. Ja, maar dat is een groter ene. Ha, wacht. The 19 vers 15. Je kon. The 19 vers 15 zien. Daar staat geschreven. Hoe wonderlijk klinkt die voetstappen van die voor de goede boodschap brengt. Nou, dit betekent hoe wonderlijk klinkt die voetstappen van die. Wat? Jesus drinkt van ander. Dus als de blijdschap van de waarheid zit, als mensen nader kan trekken aan die. Ja. Kom hier naartoe. Verstaan? Als het mensen kan nader. So, niemand gaan. Ik wil luisteren naar jou als jij zegt, joh, dit is een goed dag, mag ik niet jij? Nee, ik wil achter het vertaal, het is een goed van dit. Van waar? Verstaan, ik ga het van het maar nou kan ik weten wat ik doe, dus ik maar dat de Heer is lief voor jou. Oh, was bij. Oké, dus de luisteren is belangrijk, het draagt mensen nader in de Heer. Nee, daar is het niet, het is nader draagt. Zo, de luisteren begint daarna, kom terug van mij. Het gaat naar mij. Het gaat naar mij. Ha! En het gaat naar mij, hè? Niet gedacht. Jouw gezicht. Oké. En daar is een liedje. Nou kan je het zien. Philippiens 4, vers 3. Ons zal ingaan. Philippiens 4, vers 3. Zet er blij aan bij mij. Philippiens 4, vers 3. Zet er blij aan bij Verblijf, 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 verblij